Hallo mensen van Dutch Gamers 180. Vandaag bij met een unboxing van Far Cry 4. Kiraat Editie. Dit is de doos. We gaan hem openen. Kijken hoe die. Met cameraman Dominique. Ja. Nou, hier staat het allemaal grote letters. Far Cry 4. Dat is nou Collector Edition. Nee, Kiraat Editie of zo. Kiraat Editie, oké. Okay. Nou, hier heb je een stukje karton. Zorg wel dat je de codes een beetje... stukje karton. Collection editie voor eens over de 24. Dus als je jonger bent dan 14 jaar mag je hem niet openen. Oh. Niet kijken. Als je jonger bent dan 14 jaar, niet kijken dames en heren. Gelijk wegklikken, hupla. Ik weet niet waarom, maar het zal wel. Ja, dat is ook op spelletjes, zie je ook 18 plus of zo. Oké. Nou. Een hele plastic handboekje. Plastic. Ah, kijk, hier hebben we onze grote vriend. Onze little friend. Dat is die in het begin zit, ik ben zijn naam kwijt, op zijn olifant. Nee, voor mij ping. Ping, nog wat eens. Met, ping, kijk, bazooka, AK, mesje, koken. Nog een olifant. Ah, hier heeft hij nog een machinegeweer, een paar granaatjes. Ah, hij heeft een leuk arsenaal. Ah, kijk, hier heb je ook nog... dingen weer staan. Ubisoft Entertainment, always you serve, fuck with Ubisoft. Kan je nou niet meer in je vitrinekast zetten ofzo? Ja, dat doen we dadelijk. Is daar. Nou, wat zit er niet verder bij? Maar... drugs. Gif. Hi. Wat zit er verder nog bij? Hé, waar zit je spellen dan? What the fuck? Zit dat niet hier achter toevallig? Oh nee, kijk. Kijk, god, wat is leuk, er zit nog een leuke gleuf. Oh. Ik wou wel zeggen, er zit nog een leuke verstopplekje. Nou, hier hebben we de game. Far Cry 4 Edition. Die gaan we daar gelijk installeren en we laten daar ook even een kleine review zien. Als we aan het spelen zijn. Als we aan het spelen zijn, dat doen we dadelijk. En dit wordt ook kortom dadelijk een nieuwe serie van Stefan en Call of Duty Advanced Warfare. Ja, Advanced Warfare, die staat daar al op. De CD heb ik daar liggen. Ja, nou ja, dat zie ik dadelijk. Nou, hier hebben we een boekje, die pak ik dadelijk ook nog uit. Die zullen we even uitpakken. Nou, even wachten wat later. Is dit, kijk wat dit is. Dat zal wel de kaart wezen. Nou, of kaart of wat? Nou, volgens mij wel. Ah, kijk, dat is de kaart. Best nog een aardig eilandje. Ja, en jij zei dat hij klein. Ja, ik dacht, dat landje heet Kairat. Ja, Kairat. En dat ligt ergens in, zo heet dat kut, wat zie je nou? India, geloof ik. Ja, het speelt wel af voor mij in die richting van nou, India kijk, of zo. Kijk wat dit is. Volgens mij. Dit is de poster. De Himalaya speelt dat het de Himalaya gebergte. Hier hebben we een poster. De Golden Pet. Aan de achterkant hebben we ook nog. Zo. Dat is mooi. Nou, even heel mooi opvouwen. Nou, dat pakketje kostte bij elkaar 70 euro of zo. Voor de PC 70, ja. Ja. Nou, voor de PS4 is die voor mij iets van 90 of zo. 90 of 100. En voor de 3 is hij ook niet al te goedkoop. En dat is ook wel voor de Xbox One en de Xbox 360 is dat ook wel prijzig geweest. Ja, dit kan je ook filmen, maar nou zie je. Ja, alleen... gaan we halen voor de PS3, maar dan gewoon de normale editie. Nou zie je mij alleen klooien aan een poster, die krijg ik niet opgevallen. Die vouw ik dadelijk wel even op. Even kijken. Daar zit voor mij niks. Verder is het niks. Nou zie ik mijn doosje te mol. Ik wil hem wel een beetje netjes houden. Ja. Oh, kijk. Ah, kijk, die moet je eigenlijk zo kijken. Nou ja, dat ziet er wel als een uit, man. Oh, plop. Ja. Hier, douwe. Nou, dan gaan we deze even uitpakken. Pak het boekje eens even uit. Kijken. Even koekeloeren. Ah, mijn dagboek. De dagboek van Stefano. Van wat hebt hij vandaag beleefd? Hij is vandaag de jarig. Hij is vandaag 20 geworden. Ah, oh, kijk, dat is een schetsboekie. Kan je dingen in opschrijven. Wat zeg je nou, seksboekie? Nee, schetsboekie. Kijk, kan je dingen in opschrijven. Oh. Nou, hij is vandaag 20 geworden. Ja, van vandaag ook jarig, dus... Het is nou 22 november. Maar ik weet niet wanneer dat deze video online zou staan. Dus deze video zal wel later online staan. Geen idee. Nou, dan gaan we deze even kijken. Maar in ieder geval, nu dat we dit opnemen, is hij vandaag jarig. Ja. Kijk, ik kan het laten zien. Kijk, 22 november. Nou ja. Toevallig ben jij vandaag de eerste die er is. Toevallig wel. Zo. Zo.
Kijk, wat hebben we hier? De CD-ROM. Kijk wat dit is. Ja, codes moet je niet laten zien. Nee, nou, ga ik even kijken. Dat is seizoenpaswoord, dat moet je naar Nederland. Dat kunnen we wel laten zien. Zo kan je laten zien, zo staat er geen codes op. Nou, dit is dus seizoenpaspoort of zo. Dit is seizoenpas, dan als de DLC's komen, dan ben jij degene die hem eerst mag downloaden. Ja. Nou, dat, dit wat ik nou in mijn hand heb, dat mogen jullie niet zien. Dat is, nee, er staat een code op. Ja, dat leg ik ook even zo niet. Nee, zo. Oké. Okay. Dit hoeven jullie ook niet te zien, dat is mijn boekje, daar staat ook mijn dingen op. Nee, zo. Okay. Dit is dan het spel. Ja, ja, de codes houden wel een beetje geheim. En ja, dat was het eigenlijk wat erbij zit. Zo, heel die vloer die trilt door je wasmachine, jongen, hier. Ja, die wasmachine die staat in water. Tering. Maar dat was het verder, wat erbij zit. Nou, hopelijk vonden jullie het leuk. Ja, ja, wel, ik ga dadelijk nog even een stukje filmen, dus... we gaan hem nu even installeren, daarna gaan jullie zien hoe, ja, hoe het spel speelt. Ja, want nee, want die ene code waarom ik die niet laat zien, daar krijg ik een... wacht even. Ik laat hem kijken, zo zien ze het niet. Nou, dit is het. Ja. Ik krijg zeg maar die, wat is dat nou? Wat is dat even? Even denken. Staat het erbij? Ja, een torpedo was het, een harpoen. Oké. Maar we gaan hem even installeren, nou, althans. Dus we gaan hem we zijn er wel even bezig met installeren. Het is 3 CD's. Oké, nou. Dat zeg je wel. Nou, als eer gaan we eventjes laten zien hoe hij de eerste CD-ROM erin duikt. Dat is natuurlijk hartstikke awesome. Ja, dat doen we dadelijk. Je kan hem nou even stoppen, dan zien jullie ons dadelijk. Ja, we zien je ons dadelijk eventjes, zien we hem even of mij even een stukje Far Cry 4 spelen. Gewoon met de camera van de telefoon, niet via het opnameprogramma, maar dat zien jullie zo. Nou, hier zijn we weer. Far Cry 4 is geïnstalleerd, het duurde eventjes, want Uplay wou geen verbinding maken. Maar wat bleek, de proxy stond aan, gevinkt in de opties van Uplay en daardoor wou die eventjes geen... verbinding maken, want we moesten natuurlijk de productcode invoeren, maar ja, hij staat nou geïnstalleerd. Stefan heeft toen net al de eerste missie gedaan. Ja. Ja. Ik ga nu even een missie doen. De missie is om nou even naar een bergmot op een bergmot te zien te komen, maar Stefan gaat even een stukje filmen. Even via de amateuristische manier, via de camera, niet via de opnameprogramma, ja, maar zoals je ziet. Plaatsen, dan wordt het omhoog klimmen. Stijgen, lekker stijgen. Nee. We zijn boven, joep. Je ziet echt helemaal niks, heel veel plezier in. Oh shit. Ah, dan moet je meer naar de overkant gooien, kijk daar. Oh, ja. Springen en stijgen. Hey. Oh. Hey, je moet heen en weer slingen. Oh ja. Holy shit. Shit. Even kijken hoor. Hoe bedoel je met springen? Ja, omdat hopelijk vinden jullie het leuk, vergeet niet te liken, abonneren. Nou ja, dan moet ik nog wat te zeggen. Nee, ik heb hem al. Hopelijk heeft Dominique nog wat te zeggen. Ja, Dominique, ik ga even laten zien hoe wij gaan springen. Eerst naar achter en dan is het... Ja, je zit te hoog. Nou ja, in ieder geval like en abonneer voor deze unboxing video. Leuk, druk even een blauwe duimpje en heb je nog niet geabonneerd op ons kanaal, abonneer op ons kanaal voor nieuwe games en oude PC games. En Johnny komt er ook wat later bij, maar ja, dat weten jullie allemaal. Ja, dat is eventjes zijn, even weinig tijd. Maar in ieder geval, misschien komen er wel vaker unboxing video's laat even een comment achter en dan was dit het. En abonneer. Mazzel. Joep.